Hey Koen, jongen. Hey, goeiedag. Hey, hoe gaat het? Ja, goed. Droog trainen gaat lekker, hè? Ja, gaat heerlijk. Hey, donderdag is het Koningsdag. Jij bent aan het inslaan? Ja, we gaan even een drankje doen. Wat heb je bij je? Vollemaat Bederburg, Jägermeister. Is wel lekker, hoor. Maar ik ga natuurlijk voor die wodka, dat weten jullie, hè? Hey, we gaan het snel meenemen. Dan ga ik jullie in deze video alles uitleggen over alcohol. En hoe je ondanks dat je alcohol drinkt, toch droog kan blijven. Oké. Okay. Kijk. En dan hebben wij een gezellige dag. Oké, we gaan. Ja. Kom. Zo. Hey Koen, kun jij een paar van die gevaarlijk lekkere blikjes dragen? Ja, natuurlijk. Oké, kom. Oké, de alcohol staat op tafel, jongens. Wat hebben we? Wijn, sterke drank, bier en natuurlijk onze eigen wodka. En die gevaarlijk lekkere blikken. Donderdag is het Koningsdag en je wil natuurlijk lekker flaneren. En bij het flaneren hoort voor de meeste van jullie ook een lekker drankje. In een standaard glas zit ongeveer 10 gram alcohol. En daarvoor kan je 250 milliliter bier drinken, 100 milliliter wijn, 35 milliliter sterke drank. Nu raad je het al, jongens. Een standaard glas, dat zijn niet de hoeveelheden die jij standaard drinkt. En zeker niet deze donderdag op Koningsdag. Hoe meer alcohol je drinkt, hoe meer calorieën, hoe lekkerder je gaat, hoe groter de kater de volgende dag en hoe meer kans je hebt om aan te komen. Zo simpel is het ook. Koen, jij doet het droogtraintraject. Er zijn heel veel mensen die denken, ja, je kan geen alcohol drinken tijdens het droogtrainen. Drink jij alcohol? Ja, ik drink zeker alcohol. En hoe doe je dat elk weekend? Ja, elk weekend doe ik één keer in de week in ieder geval. En meestal ga ik over naar wodka en skip ik het bier. Dus jij pakt die mixdrank met die wodka om die calorieën een beetje te sparen nog. Eén keer per week drinken. Hoeveel drankjes? 10. Richting de 10. Nou, kijk, dat, soms wel meer. Precies, soms wel meer, jongens. Kijk, ik hou van heerlijke mensen. 10 drankjes of meer tijdens het droogtrainen. En donderdag, Koen, Koningsdag. Ga jij dan indrinken? Meestal wel. We tellen meestal ontbijt en alles uit, maar we gaan inderdaad vroeg beginnen met drinken. Wat drink je dan? Hoeveel drankjes? Richting de 8. 8 drankjes en dan ga je naar het feest? Ja, dan gaan we naar Kingsland in Groningen. Naar Kingsland in Groningen en daar haal je bier? Ja, vaak wel. Zou dat nog festivalbier zijn of zou dat normaal bier zijn? Ja, dat is meestal wel festivalbier. Ja, oké. Het maakt allemaal niet uit, jongens, of het nou festivalbier is of niet. Daar drink je natuurlijk ook wel 10, 15 bier nog erbij. Ja. Oké, Koen gaat een hele mooie Koningsdag tegemoet. Hij gaat ongeveer 20 tot 30 drankjes drinken en het staat gelijk aan 2 tot 3k calorieën. 2000 tot 3000 calorieën. Maar daarbij komt nog het eten. Nou, wat ga jij eten ongeveer? Waar ik op let is meestal 's middags dat ik nog wel begin met het eiwitten, dus kwark en alles. Dus dat ik in ieder geval een goede bodem heb. Nadeel is alleen dat als je op Kingsland zelf bent, ja, dan is het alleen maar troep. Dan hou je daar wel wat van. Beetje troep erbij rond 6 uur, 7 uur 's avonds misschien en een beetje troep na afloop om 12 uur 's nachts, 1 uur 's nachts? Ja, vaak wel. Nou, 2 keer troep is 2 keer 500, is 1000 calorieën en dan zit je dus in totaal gemakkelijk op die 4000 calorieën. Het enige voordeel is, als je naar zo'n feest gaat, dan ben je wel lekker gaande, lekker aan het dansen. Verbrand je ook een paar honderd calorieën meer. Maar je moet eigenlijk rekenen dat je, afgezien hè, min het eten wat je normaal gesproken op een dag eet, bijvoorbeeld 2000 calorieën, dan zit je al snel aan 1500 tot 2000 calorieën die je extra eet en drinkt donderdag. Als je op je calorieën wil letten donderdag, wat kun je dan doen? Allereerst kan je die alcohol met die calorieloze frisdrank mixen. In plaats van dat lekkere bier, kan je dat alcoholvrije bier drinken. Of, in plaats van die halve liters, hè, die ik en Ome Joel en Woodroot natuurlijk vroeger elk weekend gewoon lekker dronken. Dan kan je die kleinere hoeveelheden drinken. Wat ook goed voor je is, is helemaal geen alcohol drinken. Of gewoon lekker in de olie, watertje erbij. En dan hoef je die hele dag ook nooit meer te eten natuurlijk. Oké, jongens, straks ga ik op het whiteboard uitleggen hoe je droog blijft tijdens Koningsdag. Eerst gaan we even een lekker scoopje nemen en gaan we gas geven. Koen! Koen! Oh, hier ben je. Ja. Ik mag snel scoopen, jongen, want ik heb mijn partij zin in donderdag. Want we gaan nooit meer naar huis. Erin met dat ding. Nog één. Nog eentje, Koen. Ja, Koen! Die Koen. Ah, het hoge noorden. Boom. Hey Koen, hoeveel dagen per week train jij? 6 dagen in de week. Juist, ja. Jongens, gewoon 6 dagen per week helemaal top. Zondag niet? Nee, zondag niet. Nee. Zondag hersteldagje. Hey, wat voor schema hanteer jij, Koen? Ja, ik doe 3 keer in de week krachttraining en 3 keer in de week aan korfbal. Wat doe je? Upper, lower, push, pull of full body? Nee, ik doe full body. Welke oefening beginnen we? We beginnen straks met squatten. Ja, is lekker die benen, jongens. Hey Koen, jij doet 3 keer per week aan korfbal. Ja. En waarom die krachttraining erbij? Ja, je merkt dat je enorm veel sterker in het veld wordt. Vroeger werd eigenlijk altijd gezegd dat je wat lomp werd erdoor, maar juist niet. Ja, daardoor pak ik ook mobiliteit en alles erbij om dat goed op orde te hebben. Wat gaan we doen? Laat zien.
Koen, dit was een routine van mobiliteitsoefeningen. Die zien die jongens niet heel vaak. Wij krachttrainers doen dat eigenlijk niet heel vaak. Waarom doe jij dit? Ja, ik merk zo dat ik enorm veel losser word. Ook met het schieten bijvoorbeeld, of bepaalde technieken. Nou, en anders kan ik wel echt tientallen minuten blijven warmlopen. Maar als ik dit doe, dan merk ik dat ik al veel sneller los ben en kan beginnen. 5 minuutjes en dan ben je ready to go. Ja. Oké, ga squatten. Er zijn ook veel jongens die denken nog steeds dat ze niet hun benen hoeven te trainen omdat ze op voetbal zitten. Wat vind je daarvan? Dikke onzin natuurlijk. Je moet juist je benen trainen om daar beter in te worden. Het heeft alles te maken met voldoende weerstand bieden aan een spier om te groeien. 2 vereisten voor maximale spiergroei zijn intensiteit en full range of motion. Full range of motion, om je been te trainen moet je hem eigenlijk maximaal verkorten en verlengen. Die quadriceps en die hamstring. Daarnaast moet de belasting voldoende zijn om spiergroei te realiseren. Als jij gewoon, zoals met voetbal, met je eigen lichaamsgewicht loopt, rent of sprint, dan is dat natuurlijk wel pittig voor een spier, maar niet voldoende om maximaal te groeien. Dus je moet wel degelijk, zelfs als je voetbalt, van je benen trainen. Hoeveel sets pak je normaal gesproken? 3 tot 4 sets met 100 kilo. En tijdens je bulk afgelopen maanden, welk gewicht gebruikte je toen? Ja, toen zat ik wel iets hoger, tussen 110 en 120. En de meeste van jullie weten het wel, tijdens het droog trainen ga je een klein beetje terug in kracht. En dat is niet erg, het gaat vooral om die spanning op de spier behouden. Ja, zoals Koen al zegt, eerst met 110, 120 squatten, nu met 100. Pak je gewoon die 8 goede herhalingen, beheerste herhalingen. Hou je die spanning op die spier, behoud je je massa, kun je nog steeds maximaal flaneren deze zomer. Train je altijd samen met de groeimaat of altijd alleen? Verschilt een beetje per keer. Ik heb wel groeimaten. Maar als jij bijvoorbeeld all out gaat op die squat, heb je dan altijd een spotter of doe je dat ook wel eens alleen? Ik doe het eigenlijk altijd alleen. Dat doe ik zelf ook. Waarom? Dat ik mezelf eigenlijk niet makkelijk, maar moeilijk wil maken, zeker in mijn trainingen. En als je alleen bent, dan moet die stang natuurlijk omhoog. Maar voor jou, als coach zijnde, mijn advies, ga jezelf pushen, neem dan even een spotter. Ik ga jou precies uitleggen hoe je moet spotten. Approach the bar, onder de stang. Je kan gewoon unracken. Stap, stap. Je komt erachter. Je houdt je handen eigenlijk zoals hier, als haken. En die klem je hier tegen het middel, tegen het bovenlichaam aan. Je handen, die hoeven niet deze beweging te gaan maken. Je hoeft je groeimaat niet echt vast te pakken. Maar je zorgt hier voor die steun net onder die ribben. Oké, pakken we 5 herhalingen. En je gaat natuurlijk op zijn tempo precies mee met de beweging. Dat moet je natuurlijk aanvoelen. Kijk, en dan kan ik heel makkelijk zijn bovenlichaam ondersteunen. Nog 2. Oké, en dan begeleid je ook weer je groeimaat, de stang terug het rek in. Wat je nog vaak ziet is natuurlijk dat spotten als een of andere versiertruc wordt gezien. Denken die jongens van, ja meisje, ik help jou wel. Probeer eens natuurlijk achter iemand te komen en dan is het hier, daar. Maar die handen die hoeven niks te doen, jongens. En met deze manier van spotten kan je ook gewoon heel veilig een vrouw begeleiden. Ook bij een vrouw kan je gewoon met je onderarm hier in die zij onder die ribben komen. Dan hoef je met je handen niks te doen. Hier hoef je niet te gaan voelen. Nee, je kan ze gewoon zo houden en dan gebeurt er helemaal niks. Wat sommigen van jullie nog denken, is dat je met die heup tegen die vrouw aan moet gaan staan en die vrouw tegen je aan moet gaan drukken. Nou snap ik dat dat heel verleidelijk is, maar ik zeg altijd spelen doen we in de club. En daarna nemen we de señorita mee en in de gym gaan we gewoon trainen, jongens. Blijf kalm en speel in bed. Kijk, Koen, laat je benen even zien. Hier, kijk even die benen van deze korfballen, jongens. Dus aan alle jongens die bang zijn om hun benen te trainen, doe wat Koen doet. Dan ben jij verzekerd van het hele pakket deze zomer. Koen, we zijn natuurlijk vol gas bezig om deze zomer droog te zijn. En wanneer wil jij op je droogste zijn? Eind juni wil ik eigenlijk op mijn droogste zijn. Dan heb ik ook een fotoshoot. Een week daarvoor gaan we dus die Peak Week inzetten. Daar help ik je bij, zodat jij tijdens die fotoshoot in je 110% shape bent. Maar waarom wil je eigenlijk in die ziekste shape ooit zijn? Ja, we hebben in juli natuurlijk gewoon een vakantie met de groeimaten. Dus dat wil je natuurlijk planeren. Juist, jongens. Peak Week, fotoshoot, maximale shape. Zodat je ook maximaal kan planeren met je groeimaten. Zo simpel is dat. Kom,
meeste jongens die gaan natuurlijk bankdrukken met stang. Jij doet het met dumbbells. Waarom? Ja, ik wil beide armen in ieder geval even sterk hebben. Ja. En gebruik gewoon veel meer met mijn core tegelijkertijd. Dat is voor mij effectiever. Het verschil tussen stang en dumbbells is niet altijd even groot. Met die dumbbells kan je wat makkelijker een grotere range of motion gebruiken tijdens de bench. En je hebt wat meer stabiliteit nodig. Het is ook een kwestie van voorkeur. Het enige waar je tegenaan loopt bij presses met dumbbells is dat als je echt zwaar gaat pressen, 30, 40, 50 kilo dumbbells gaat gebruiken, dan is het best lastig om ze omhoog te houden, meteen te stabiliseren. Dan heb je vaak een spotter nodig. Maar bankdrukken met stang of dumbbells, allebei is mogelijk. Kijken wat jij prettig vindt. Oké, laatste oefening uit zijn schema die we op camera zetten. Optrekken met lichaamsgewicht. Als je niet kan optrekken met lichaamsgewicht, kan je daar naartoe werken. Onder andere door in de tussentijd lat pull-down te doen. Te werken met de elastieken, te werken met de excentrische pull-ups, waarbij je jezelf omhoog laat helpen door een spotter. Of jezelf omhoog helpt door te springen en heel beheerst te laten zakken. Al dat soort dingen behandel ik in volgende video's. Laat zien. Kijk, je ziet meteen bij dit rek heb je gewoon de keuze uit deze grepen. En Koen pakt hem redelijk wijd. Je kan hem zo wijd mogelijk pakken. Dan voel je hem enorm in je rug. Maar dan verminder je de range of motion ten opzichte van als je hem daar gaat pakken. Dan komt die lat meteen op rek. Koen, hoeveel kilo ben je inmiddels al kwijt sinds de start van het droogtraintraject? Ik ben van 86 naar 81 gegaan, dus ongeveer 5 kilo. En je moet nog 5 kilo richting de shoot. Maar wat eet je zoal? Eet je meteen in de ochtend of stel je ontbijt uit? Ja, ik stel mijn ontbijt eigenlijk altijd uit. Ik heb nu wel fysiek werk, dus dat is wel lastig. Dus ik doe het rond 10:30, soms wat eerder. Juist, dat is heel belangrijk wat hij al zegt, hè. Ik kan natuurlijk heel stoer lullen, ja, begin pas om 2:00 middags met eten. Maar als je gewoon fysiek werk hebt, wat doe jij? Ik ben zonnepanelen installateur. Juist, dus dan sta je de hele dag op het dak. Dan krijg je natuurlijk wel honger rond 10:30 ochtends al. Wat neem je dan mee naar je werk? 2 scoops met granen en amandelmelk. Oh, ik denk 2 scoops workout en dan ga je, weet je wel. Ja? Niet, ja. Dus granen, amandelmelk. Magere kwark neem ik meestal mee, 4 tot 6 brood. Wat doe je op je brood? Kipfilet, eigenlijk altijd. Nou, wat Koen al zegt, hè? Een shake, kwark, kipfilet mee naar het werk. Ja, dat is toch wel het gouden fundament waarop je kan vertrouwen. En in het weekend, als je uitslaapt, of juist niet, eet je dan anders? Ik slaap inderdaad niet uit, maar meestal probeer ik het begin hetzelfde te doen. Na de wedstrijd, meestal op zaterdag, dan mogen we wat cheaten. Een paar biertjes en bijvoorbeeld een snack. Patat, pizza. Dus ja. Vooral door de week wat strenger, zodat je in het weekend een klein cheatje hebt. En zo kan je het ook volhouden natuurlijk. Oké, gaan we weer optrekken. Juist, 2, goed. 3, 4, 5, let's go. 3, goed. Laatste 2. Dat is echt een typische werkzet. 5-6 herhalingen is wat je normaal gesproken doet, hè. Met deze handgreep wordt het optrekken eigenlijk het zwaarst. Je kan het ietsje lichter voor jezelf maken door wat meer je biceps te gebruiken. Kan je hem hier pakken, neutral grip pull-up. Kan je iets meer die bicep en die onderarm gebruiken, brachioradialis. Of je kan hem op deze wijze pakken. Komt eigenlijk op hetzelfde neer, kan je meer je armen gebruiken. En voor de eindbazen, die kunnen natuurlijk altijd nog weighted pull-ups doen. Gewicht aan jezelf hangen en gas geven. Hoe blijf je nou droog tijdens Koningsdag? Dit is de week. Dit is donderdag. Hier gaan we shinen. Maar... boom, boom. Dan hebben we nog 3 dagen ervoor en 3 dagen daarna in de week om wat hier gebeurt goed te maken. Als je echt lijp gaat, te veel drinkt, te veel eet, dan zou je hier misschien 1,5 tot 2 k aan calorieën meer eten dan normaal. 1500 tot 2000 calorieën. Dan heb je hier de ruimte om dat te compenseren. Nou, ik ben iemand die wil graag meteen verantwoordelijkheid nemen voor zijn gedrag. Dus wat doe ik? Ik pak zeker deze woensdag. Klein calorietekortje, van 500 misschien, 500 calorietjes. Misschien iets meer, om alvast voor te bereiden op die donderdag. Maar op die donderdag, hoe laat begint het feest? Rond 2-3 uur. Of je moet 's ochtends al beginnen met zuipen, dat zou kunnen. Ik sla mijn ontbijt over, pak ik daar nog even een paar 100 calorieën. Heb ik al een tekort van de 1 k. Dus ik begin al met, in plaats van 1500 tot 2000, begin ik met een voorsprong van 1 k aan calorieën. Nou, daarnaast kun je natuurlijk ook nog op die dagen daarna, als je toch brak bent, hup, naar de gym. Klein beetje cardio toevoegen voor 500 calorieën. Nou, dan heb je het al bijna goed gemaakt. Maar wat is nou het mooie, jongens, hier op die donderdag ga je natuurlijk keihard. Maar als je hier nog te laat bijpakt, dan krijg je hier die dip. En dan ga je hier niet uit, in plaats van wel. En dan bespaar je hier nog eens een k aan calorieën. Dus al met al heb je hier een winst van 500 calorieën. En zo blijf jij droog, ondanks Koningsdag. Hey Koen, we hebben lekker getraind. Jij moet nog 2 uur naar huis rijden naar Friesland. Eet eerst even een lekkere groeimaaltijd hier. Kies maar uit. Yes.
Nou, jullie weten het, jongens, ik heb het al eerder gezegd. Mocht je nou niet weten wat je moet eten voor resultaat, mocht je moeder nou alleen maar de raarste dingen koken in plaats van gewoon die kip met de aardappeltjes, rijst, etc., kan je gewoon zo'n kant-en-klare maaltijd eten, zit je helemaal goed. 400-600 calorieën, hoog in eiwit, resultaat gegarandeerd. Oké, Koen, sinds de start van je droogtraintraject is er 5 kilo af. We hebben nog 5 kilo te gaan. Eind juni peak week. Fotoshoot, daarna maximaal flaneren op vakantie met je groeimaten. Wat heb jij te zeggen tegen de mensen die nog twijfelen? Ja, als jij graag wat wil behalen, moet je nu beginnen. Dan ben je klaar voor die festivals. Jongens, start nu met je droogtraintraject en ben je deze zomer droog, kun je maximaal flaneren. Samen met mij, stap voor stap, 110%. Let's go.